Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een festivaltop maken. En ja, als je de foto's ziet hier voor het filmpje, dan zijn ze al klaar. Maar eerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Want ja, het is gewoon een heel leuke, leuke bezigheid haken sowieso, maar ik vind het ook heel leuk als jullie de duimpjes omhoog doen en de reacties plaatsen, delen en abonneren, zodat iedere keer maak ik leuke, video's. Ik maak video's en ik maak dekentjes, kussentjes, de laatste tijd truitjes, tops. En we gaan vandaag beginnen met een festivaltop. En ik wilde hem in het wit maken, maar dit was mijn laatste garen, dus ik ben naar de Vibra gegaan. Kijk, dit is het patroontje wat we gaan maken. Heel leuk. Het is echt makkelijk. Het zijn wel verlengde stokjes, dus dat betekent dat je je stokje nog een keer omslaat. Hij loopt ook echt mooi. Alleen ja, ik wilde hem in het wit maken en toen kwam ik bij de Vibra. En toen was het garen op. Dus toen ben ik voor deze kleurtjes gegaan. En nu ben ik van plan om per stokje en die stokje en die losse, om dan aan een ander kleurtje te beginnen. Dus je hebt of, ja, ik denk niet dat ik de draad meeneem, want dan krijg je echt te dik. Dus je moet wel een paar draadjes gaan afwerken. Maar dan krijg je wel een leuker kleurverloop. Dus ik ga opnieuw beginnen. Het is de Nova. Even kijken of je het goed kan zien. Zo. De Nova is €1,79 en hij wordt verkocht bij de Vibra. En het is katoen. Hij kan op 60 graden gewassen worden, maar hij mag absoluut niet in de droger. Dus dat je wel een beetje in de gaten houdt van wat kan ik met deze katoen maken en hoe moet ik het wassen. Dus we gaan beginnen. Ik begin met de donkere kleur. Ja, ik begin met de donkere kleur en dan ga ik naar de lichtere roze en dan heb je nog een lichtere kleur roze. Dus ik vind het ook echt leuk dat ik eigenlijk dacht van, nou ja, het hoeft niet wit te zijn, want ik kan dit wit dadelijk hier nog achter zetten. Dus eerst donker, dan nog iets lichter, lichtroze. En dan kan ik deze witte nog gebruiken per baan. En dan gaan we beginnen. We beginnen dus met de Nova. En ik heb nog niet verteld welke haaknaald je nodig hebt, maar we gaan op 3,5 haken. En je maakt een opzetlus. En je zet 79 losse steken op. 1, 2, 3, 4, 5. En als je bij 79 bent, dan zie ik je weer terug. Als je bij 79 steken losse bent, dan zet jij nog 3 op voor het eerste stokje. 1, 2, 3. Die telt dus mee als het eerste stokje. Dan gaan we in die 1, 2, 3, in die vierde, die gaan we in de derde trouwens. Want deze telt ook mee die lus. 1, 2, 3. Dus in deze, hier zetten we de eerste steek in de derde. Je slaat om, je steekt in en je moet 2 lusjes hebben. Je slaat om, je haalt door, omslaan. En het is een verlengd stokje, dus eerst door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, en dan telt deze mee als eerste stokje. Nu gaan we nog, want we moeten in totaal op 40 uitkomen. We hebben 1 stokje hier gemaakt, dus
Je moet zo tellen of je maakt 39 stokjes, maar in de 40ste, dus als je deze meetelt in de 40ste steek, want dan hebben we precies de helft van 80. In de 40ste steek gaan we dadelijk 2 verlengde stokjes maken, maar we zijn nog niet zo ver. We gaan eerst eventjes de eerste, ja, 39 stokjes maken. En wil je dus die 2 lusjes hebben, dan moet je eigenlijk niet te strak trekken. Dan laat je zeg maar die eerste opzetketting heel los. Eigenlijk nog losser, zodat je deze opening ziet. Als je deze opening hier zo, ik zal kijken of ik hem nog dichterbij kan halen. En dan moet hij even scherp worden. Beeld. Zie je, nu wordt het beeld scherper. En als je dus hier deze lus loslaat, die onderste lus, dan kan je 2 lusjes pakken. Dus je slaat om, die onderste lus laat je los en dan steek je in. En dan heb je die, zie je, die 2 lusjes. Je slaat weer om, je haalt door, door 1, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Nog een keer omslaan. Je houdt je haakwerk, je eerste opzetketting heel los. Dan ga je hier onder die eerste lus. Dan heb je 2 lusjes op je haaknaald. Je gaat door, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En zo haak je verder tot 39 steken. 39 stokjes. Je hebt nu 39 verlengde stokjes gemaakt. Kijk, en dan ben je precies op de helft. Dus als je de eerste meetelt, dan heb je 40. Dus op de helft ben je dan. En ik zal het voorbeeldje er even bij pakken. Kijk, dit is het voorbeeld. En je ziet dat je op de helft hier zet je nog een stokje in dezelfde steek. Dus dan zet je nog een stokje in dezelfde steek. Je maakt 1 losse. En je zet nog eens een stokje in dezelfde steek. Maar we gaan het samen doen. Dus precies in het midden omslaan in deze 40ste steek. Als je het eerste 3 losse meetelt, daar steek je nog een keer in. Je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, dan 1 losse, dan nog een keer in dezelfde steek. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan ga je nog 1 stokje in diezelfde steek steken. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. Omslaan door 2. Kijk, en dan is dit je meerdering. Dus dan heb je in het midden heb je in 1 steek 4 steken met een groepje van 2, een losse en een groepje van 2. En dan ga je weer verder deze toer afmaken met stokjes. Dus gewoon in de volgende steek. Je houdt deze toer lekker recht. En dan in de volgende steek, en dan hou je weer je draad lekker losjes. Zie je dat je dan weer 2 lusjes moet pakken. Je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door
2, omslaan door 2. En je gaat gewoon tot het einde weer verlengde stokjes maken. Je begindraad altijd gewoon lekker losjes houden. Dan stitch je eerste toer. Ik zie je op het einde weer terug. We zijn nu op het einde van de eerste toer en dan zie je ook dat hij al zo gaat lopen, dus een beetje in een V. Omgedraaide V dan. Maar we gaan de laatste steek nog eventjes maken. Dit is het einde van de toer, van de eerste toer. En nu gaan we 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En dat doe je elke keer met de toer met, gaan we een stokje, een losse en een stokje doen. Elke keer keer die toer dan met 4 lossen. Je slaat deze over, dus je gaat niet hierin, niet hierin, maar in de deze, dus in het 1, 2, in het derde stokje steek je in, want deze telt mee als stokje en een losse. Deze sla je over en in die derde hier steek je in. Ik zal kijken of je het beter kan zien als ik de camera iets insteek. Dan moet je even scherp stellen, moet je even geduld hebben. Zie je, nu zie je beter de steken. En dan niet in deze, niet in deze, maar in deze. Dus eigenlijk in het 1, 2, derde stokje. Daar steek je in en dan ga je weer een verlengd stokje maken. Even mijn begindraadje. Zo, omslaan door 1. Omslaan door 2. Omslaan door 2. En ik zie dat ik mijn stokje een beetje raar heb, dus ik haal hem heel eventjes uit. Ik ga het dan gewoon stokjes noemen. Nog een keer omslaan, niet deze, niet deze, maar in deze. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En je maakt weer een losse. Je slaat er 1 over, je haalt om en je pakt de tweede, niet deze, maar deze. Daar steek je in. Je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 en een losse. Ik heb mezelf ook aangewend om, als je dus toch een stokje met een losse maakt, dat je meteen na die het stokje een losse maakt en dat je zelf even aanduidt dat je er 1 moet overslaan en een volgend stokje maakt. Het zijn bepaalde ritmen die je jezelf dan aan kan wennen. En dan, ja, dan kom je op een soort
ja, ritme. En als je in je ritme zit met haken, ja, dan ben je zo een eindje weg. En zo ga je door tot je hier in het midden bent. Hier. En dan zie ik je weer terug. En we zijn nu bijna weer op het einde, of het midden, zeg maar, het midden van je truitje. Of van de eerste toer. Dan slaan we weer een stokje over en we slaan, zetten in de volgende een verlengd stokje. Dan weer een losse. Dan gaan we op dit stokje nog een stokje zetten. Dan gaan we in de opening nog een stokje zetten, maar we zetten eerst even een losse, die mag je niet vergeten. In de opening een stokje, een losse, in de opening weer een stokje, een losse, en je zet op dit eerste stokje weer een stokje. Een losse, en dan ga je weer stokjes overslaan. Dus deze sla je over. En je kan de video ook altijd sneller of langzamer zetten. Rechtsboven staan drie puntjes. Daar kan je de video afspeelsnelheid aanpassen. En je kan natuurlijk ook ondertiteling aanzetten. In alle talen zet ik het eronder. Pas ook de automatische Nederlandse ondertiteling aan vaak. Het staat op meerdere video's van mij, dus ik zit vaak achter de computer nog de ondertiteling aan te passen. Anders krijg je met Google vertalen wel eens rare uitspraken. Maar de buitenlandse, ja, als je het wil veraanpassen, kan ik je een linkje sturen dat je mijn ondertiteling wil aanpassen. Maar we zijn lekker aan het haken en belangrijk dat je het kan volgen, want dat is het de bedoeling, dat je zelf een leuk festivaltopje hiervan kan maken. Kijk, zo komt dan, dit is het resultaat. In de punt is het belangrijk dat je dit goed kan volgen. Zo ga je door tot het einde en op het einde dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de toer met de stokjes en de lossen. Het zijn ja, verlengde stokjes, maar kijk, hierboven, zo komt het er zo uit te zien en we zijn nu bijna op het eind. En dan gaan we met een ander kleurtje werken. Ik maak even nog de toer 2 af. En we maken het laatste verlengde stokje. Dan ga ik nu een ander kleurtje pakken. En ik laat de draad er toch nog even aan zitten, want ja, ik weet nog niet zeker of ik hem dadelijk nu mee wil nemen. Ik leg de draad over mijn haaknaald en ik haal gewoon door de lus, trek ik hier een beetje aan en dan ga ik nu hier deze twee draadjes even aan elkaar knopen, tenminste de uiteinden. Twee platte knopen
En dan gaan we weer, omdat we nu gewoon stokjes gaan maken, tenminste verlengde stokjes, gaan we 3 losse maken. 1, 2, 3. En dan keren we het werk. Je houdt de draadjes mooi recht. En nu gaan we omslaan en dan gaan we in deze opening zetten we 1 stokje. En op het volgende stokje zetten we weer een verlengd stokje. En in de opening zetten we weer een stokje. En op het stokje zetten we een stokje. En in de opening weer een stokje. En als we bovenaan de toer zijn, dus bij het midden, dan zie ik je weer terug. Oh, ik zit toevallig net hier een dubbel draadje te pakken. Ik haak nog even deze af. Zie je dat het er zo uit komt te zien? Dus toer 3 is gewoon 3 losse, een stokje in de opening, een stokje en een stokje in de opening. Een stokje op het stokje, stokje in de opening en een stokje op het stokje. En dan zie ik je hierboven, daar zie ik je weer terug. We zijn nu bijna aan de bovenkant. Ik zal het nog proberen iets dichterbij te laten zien. En je moet goed opletten dat je deze 2 stokjes, dat je daar tussenin gaat, maar hier moet je ook nog een stokje opzetten. Dus je gaat in de opening. En dan ga je in het midden hier 1 stokje zetten. Dan 1 losse. En weer een stokje in die middelste opening. En je gaat een stokje op deze zetten. En weer een stokje in de opening en weer een stokje op het stokje. En zo ga je verder en ik zal dadelijk op het einde laten zien hoeveel centimeter dat je moet doorhaken voor het topje. Dan zie ik je dadelijk weer terug. We zijn nu op het einde van toer 3 en we gaan nog eerst even toer 4 maken voordat ik ga meten hoeveel toeren dat we moeten maken. De toeren die zijn natuurlijk gelijk, want dit is toer 3 is hetzelfde als toer 2. Zie je, dit is het einde. Dan gaan we het werk keren met 4 lossen. 4. Dus we keren het werk. En dan is toer 4 is weer gelijk aan toer 2. Dus we slaan om, we slaan deze over en we gaan in deze. Zetten we het eerste stokje. Dus niet in deze, niet in deze, maar in deze zetten we het eerste stokje. En dat is hetzelfde als toer 2.
deze slaan we over. Nou, ik zie hier iets zitten wat ik niet mooi vind, en als ik dat niet mooi vind, dan haal ik het altijd een stukje uit. Anders blijf je toch tegenkomen. Kijk, deze heb ik ook een beetje moi, vind ik niet zo, dus ik haal het toch even uit. En dan gaan we door tot aan de punt, tot hier, en dan zie ik je weer terug. Nu zijn we weer bovenaan hier in de punt. Dan gaan we, ik heb al een losse gedaan, dan gaan we in deze gaan we nog een stokje zetten. Ook al heb je hier een stokje gezet, ga je toch in die, in het stokje waar je dus net waar de punt is, daar ga je een stokje op zetten. Dan doe je weer een losse en dan zet je weer hier een stokje in, een losse en weer een stokje, een losse, en op de eerste stokje hierna, kijk of ik het goed kan laten zien. Dit eerste stokje, daar zet je weer een stokje op. En dan vervolg je weer de methode een losse, een overslaan en een stokje. En dan heb je al toer 4 gedaan en dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de vierde toer. En als je hier op het laatst van je toer dus nog één stokje over hebt, of de eerste 3 losse, dan maak je gewoon nog één losse en je zet in die derde 1, 2, in de derde losse zet je op het eind nog een stokje. En zo herhaal je iedere keer de toer 1 en 2, toer 3 is hetzelfde als toer 1, toer 4 is hetzelfde als toer 2. Ik heb het patroontje ook uitgeschreven,
Dus dat kan je ook altijd naar mij een mailtje sturen om het patroontje te bestellen. En ik ben zelf al verder gegaan met het haken, met het voorpand. Kijk eens hoe mooi het geworden is. Even deze wegleggen. Dus dit wordt het voorpandje. En dan kon ik even meten hoeveel toeren dat je nu moet maken om een mooi topje te krijgen. Dat zijn er 9. Dus je hebt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, ik heb alleen de stokjes geteld. Daarom kom ik aan 9. Maar het zijn dus 18 rijen die je moet haken. 18 rijen. En dan is dit dus de onderkant van de top. En dit worden de zijkanten. En aan deze kant. Hier heb ik wel gewoon knoopjes in mijn garen gelegd. Ik ga dit nu even afwerken, alle draadjes. En dan gaan we eventjes aan de armsgaten beginnen. En ik ga het achterpand afmaken. En jullie kunnen nu ook verder. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Ik heb nu het voor- en achterpand gelijk gemaakt en afgewerkt hier de draadjes met de aanhechten. En je laat het laatste toer met de stokjes en de losse, want daar komen de franjes aan. Daar laat je je draad aan, want we gaan het gelijk aan elkaar haken tot de armsgaten. En dat is tot de helft en het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 vaste stokjes, dus op de helft. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dus we pakken 9 rijen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier tot de helft. Daar gaan we de pandjes aan elkaar haken. En ik ga nog heel even. Ik zal even een speldje pakken tot waar dan. Tot hier. Het is niet zo moeilijk hoor, want je kan natuurlijk ook gewoon dubbel leggen. Dat je het gewoon zo dubbel legt. Maar ik heb even een speldje ingestoken. En je laat je laatste draad op je haaknaald zitten. Want daarmee gaan we gewoon verder haken. Ik zal nog eventjes laten zien. De bovenkant wordt ongeveer 21 centimeter. Ja, ongeveer toch wel 21 centimeter. En ja, ik heb geen inches erop. Dus kan ik nog wel uitzoeken hoor. Ik kan het altijd even onder de video zetten. En dan zal ik even de punt meten. Van de punt tot de halslijn is 26 centimeter. En de totale breedte zal ik ook meteen meten. Maar dan pak ik ook de onderkant en die is 60 centimeter. Ik heb nog bolletjes over, want ik had van elke kleur 2 bolletjes gepakt. En van deze heb ik dus eigenlijk nog een half bolletje over. Dus wil je alleen het topje zonder de franjes, kan je gewoon 4 kleurtjes kopen. Want daar haal je het gewoon mee. Maar wil je er ook nog franjes aan haken, ja, dan zou ik gewoon van elke kleur 2 bolletjes pakken. En nu gaan we dus aan de armsgaten beginnen. En ik heb de verkeerde kant hier voor me gelegd. En de verkeerde kant, dat kan je ook goed zien. Zie je, die ligt meer naar binnen. De verkeerde kant ligt er op een bolletje op. Maar als je zegt, ik vind die kant het mooiste, pak je die kant. Dus ik leg nu de goede kanten op elkaar. Dat is altijd zo als je iets aan elkaar maakt. Dus en dan pak ik het andere pandje en dan leg ik ook de goede kant op elkaar. En dan pak ik nog een speldje. En dan ga ik ook hier spelden. Dat het even aan elkaar gaan haken. Zo. Als het goed is, pin je
hier geëindigd bij de laatste toer. En ik moet nog even een paar verlengde stokjes haken. En dan gaan we de armsgaten aan elkaar haken. Zo. En je pakt dus die punt van het andere pandje, dus de goede kanten zijn op elkaar. Je pakt de punt van het andere pandje en als het goed is zit daar ook die stokje los en een stokje op. En dan pak je hem zo vast dat je hem dubbel hebt. En het is een beetje kijken hoe ik het beste kan filmen. De draadjes even wegleggen. En dan leg je goed die punten zo op elkaar en dan gaan we dus tot de speld, want dit is de armsgat en dit ga je, deze kant ga je dicht haken, daarom laat je ook je haaknaald eraan zitten. Dan steek je in de derde losse van het andere pandje, je slaat om, omslaan en een vaste. En dan leg je ze goed op elkaar en dan ga je twee vaste maken in de grote openingen. 1, 2. Dan maak je even één losse, dan maak je een beetje meer ruimte mee. En dan ga je één vaste bij het stokje steken. Dan weer één losse. En dan ga je weer in de opening van de stokjes, daar ga je twee vaste zetten. En heb ik hier nog een begindraadje die ik nog moet afwerken, maar we gaan nu twee vaste zetten. 1, 2 en een losse. En in het stokje hierin en het andere pandje pak je dan ook mee. Daar zet je weer één vaste en een losse. En in de volgende zet je weer twee vaste. Dus zo haak je het aan elkaar. Ik haak gewoon mee tot ik bij de speld ben. Ik maak nog even één losse. Die was ik vergeten. Eén losse. Eén vaste. Eén losse. En bij de opening weer twee vaste. 1. 2 bij het stokje eerst even een losse, weer vergeten, en dan weer een vaste bij de stokjesrij. Dan wordt dit de laatste twee vaste, dus we pakken nog een losse en we gaan twee vaste in de stokjesrij zetten. En dan wordt deze kant, dit, ik haal even de speld los. Kijk, als je zo kijkt, dit wordt het armsgat. Dus je hecht nu af, ik maak nog even de draad erdoor. Knipt af, trekt de draad door. Dit doe je dus ook aan de andere kant. En dan heb je dit zo vastgehaakt. En aan de andere kant maak je hem nog vast en dan zie ik je dadelijk weer terug. Nu heb je de zijkanten aan elkaar gehaakt en dan krijg je hier dus de armsgaten, dus de, ja, hier zit dan je oksel en we gaan aan die punten hier 15 centimeter losse haken en aan deze kant ook. Dus je zet je haaknaald bovenin erin. En dan maak je een opzetlus.
Die haal je door. En je maakt even een vaste, zodat dit goed vast zit. Dan ga je door losse maken. 1, 2, 3, 4, 5. Totdat je 15 centimeter hebt. En dan zie ik je weer terug. Ik heb nu een aantal lossen gehaakt tot 15 centimeter. Dat je in ieder geval 15 centimeter hebt. En dan pak je de andere punt hier. En dan pak je die laatste steek. En je haalt je draad door. En je maakt een vaste. En dat is een beetje lastig, want nu gaat die draaien bij mij. Zo. Ja, en dan zorg je dat je dadelijk wel die draad gewoon, dat je zo aan kan trekken. En dan is dit ook echt je armschat. En dan zet jij weer 3 lossen bij. 1, 2, 3. En dan ga je op die losse strook, daar ga je stokjes op zetten. Dus daar ga je elke keer, en dan pak ik, moet je weer 2 van die lusjes pakken. En dan ga je weer de verlengde stokjes opzetten. Zie je dat je dan hier weer stokjes op zet? Dus op elke steek, daar zet je de stokjes op. En als je dan weer in het begin bent, hier, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van het schouderbandje. En nu ga je het werk zo een beetje draaien, dat je echt het schouderbandje op je pandje krijgt. En dan gaan we in de eerste, tweede, derde pakken we de 2 lusjes van het stokje aan de voorkant, omslaan, draad doorhalen, omslaan, door 2. Dan gaan we 1 losse doen en dan keren we het werk. En dan gaan we op deze kant, waar we dus zijn, daar gaan we in elke steek een vaste zetten. Dus je zet op elk stokje een vaste. En zo maak je heel het schouderbandje af, tot je op het einde bent. En dan zie ik je weer terug. Kijk, dit wordt het schouderbandje. En we zijn nu bijna op het einde van het schouderbandje. En we hebben op elk stokje een vaste gezet. En in die eerste 3 lossen, daar moet je ook een vaste opzetten. En dan gaan we weer het bandje aan het pandje maken. En dan doen we weer op het eerste, tweede, de derde stokje. 1, 2, 3.
pak je de twee lusjes, je slaat om, je haalt door, nog een keer, je pakt de lusjes aan de voorkant, je slaat om, je haalt door, omslaan en doorhalen. En dan is je bandje klaar. Je haalt nog een keer je draad door, je pakt je schaar en je trekt je draad door. En dit ga je ook, dit schouderbandje, ik zal het even recht leggen hoor. Schouderbandje ga je ook aan de andere kant zo maken en dan zie ik je weer terug. Als het goed is, heb je nu de bandjes eraan gehaakt. Ik heb er even een foto van gemaakt hoor, van de bandjes, omdat je niet in het beeld allebei de bandjes erop krijgt. Maar goed, ik heb er een foto van gemaakt. Zie je dat het dan dit soort bandjes worden? Gewoon, ja, eerst losse, dan een rij stokjes en dan nog een rij vaste. Je kan er aan deze kant een rij vaste zetten, maar ja, ik heb besloten om het niet te doen, want dan omdat je met verschillende kleurtjes werkt. Ik laat gewoon de armschat zo open en ik werk het niet af met vaste, maar dat kan nog hoor. Als je zegt van nou, ik ga nog een randje vaste doen. Ja, dat kan altijd. We gaan aan de onderkant beginnen, aan de vlosjes. En ik heb gewoon een, even kijken hoor, ja, een agenda gepakt. En dan pak je een bolletje wol. En de kleur van de vlosjes, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik ga dadelijk gewoon meer kleurtjes hierop draaien. Dus ik heb een agenda en ik zie dat ik hier nog van alles in heb zitten. Daar haal ik er heel even uit, momentje. Zo, dus een agenda met deze ringetjes, maar dat maakt niet echt uit hoor. Je kan ook gewoon een klein boekje pakken. Je houdt de draad zo even onder je duim. Dan begin je met draaien en je neemt je draad mee en je zet zo. Als je zegt van nou, ik pak gewoon nou, 5 draadjes per vlosje, maar dat maakt niet uit hoor, want we gaan dadelijk toch doorknippen. En als je doorgeknipt hebt, dan kan je altijd nog bepalen hoeveel draadjes je per vlosje wil hebben. Maar ik heb nu geteld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 en dan ga ik door met de volgende ring. Zo, daar draai ik weer 10 keer mijn draad omheen. Ik heb alleen vergeten te tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan ga je weer naar de volgende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En zo doe je dat tot je klaar bent. Je kan ook gewoon een ringmat pakken. Maar dit is een klein boekje. Dus ja, dit is makkelijker. En dit is... ja, je kan ook een gewoon boekje pakken. Maar dit is net de lengte die ik ongeveer wil hebben van de vlosjes. Je kan ook een kleiner, kijk als je bijvoorbeeld een, ik zie toevallig hier een mobieltje liggen. Je kan het ook om een mobieltje heen draaien. En ik zal dadelijk, als ik klaar ben met het wikkelen van de wol, dan leg ik uit hoe ik het doorknip en hoe ik het aan het truitje maak. En dan zie ik je zo weer terug. Kijk, ik heb nu... ja, gewoon 10 keer omheen geslagen en ik heb eigenlijk de ringband gebruikt als maat of een klein blokje. Dan pak ik een nieuw bolletje en ik ga het nog een keer doen, precies hetzelfde. Ik leg even het draadje neer en ik ga weer 10 keer draaien, want ik ga dadelijk nog even 3, ik moet even 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Als ik dadelijk klaar ben met het wikkelen en ik ga nog meer kleurtjes pakken, dan kijk ik eventjes hoe het beste bij het truitje staat. Ik ben iemand, ik weet het op dit moment niet, maar ik ga dat dadelijk even kijken. Ik ga eerst nog verder met wikkelen en dan zie ik je dadelijk weer terug. Ik heb nu met verschillende kleurtjes gewoon een schriftje omwikkeld. En ik pak nu een schaartje en ja, hier kan je dus niet in knippen, dus ik pak gewoon ongeveer zo het midden en dan ga je de draadjes doorknippen. Ja, het zijn er vrij veel tegelijk, dus de schaar heeft er even wat moeite mee. Als je het te moeilijk vindt, dan pak je gewoon iets minder draadjes. Zo. Nou, dan heb je je draadjes klaar voor je flosjes. En dan ga je een beetje kijken wat jij wil, hoeveel flosjes dat jij wil maken. Dus je pakt de onderkant. Kijk, dit is de hele rij wat je wil. Ik heb gewoon verschillende kleurtjes gepakt. Ik geloof dat ik 3 kleurtjes had hoor. Ik heb geen witte bij gedaan, want daar had ik nog te weinig van. Maar ik pak ongeveer 5 kleurtjes. En ik kan gewoon willekeurige kleurtjes pakken hoor. 3. Ik heb er nu 4. En dan pak ik nog een lichtere. Je kan ook zeggen ik wil alleen maar dezelfde kleurtjes. Maar goed, ik pak er nu 1, 5. Je zorgt wel een beetje dat je wel aan de onderkant gelijk houdt, maar die gaan we straks toch nog bijknippen. Zie je, het maakt toch, je ziet toch verschil. Nou, dan pak je een willekeurige. Je kan natuurlijk in het midden beginnen, dat is het mooiste. Dat je echt het middenstukje pakt. En dan duw je de draadjes er doorheen. En dan kan je kiezen om hier een knoopje in te leggen of je pakt het flosje dubbel. Ik vind dubbel leggen toch mooier, dus je pakt je draad dubbel. Dan pak je het midden. En dan trek je je draden doorheen. Dan kijk je even, ja, of je, ik zou 1 opening erover houden en dan weer een nieuwe maken. Dus je pakt weer 5 draadjes. Eén, twee, drie, vier. Deze is iets te lang. Oh, die is gewoon van een bolletje. 5. Leg je dit weer even weg. Dan pak je je draadjes weer bij elkaar. 1, 2.
1, 2, 3, 4. En ik heb de vijfde. Dan maak je weer dubbel. Ik sla 1, 2 nu over en ik pak de 1, 2 openingen sla ik over en dan pak ik de derde opening. 1, 2 over, je gaat erin. Als je elke keer vanaf de achterkant je draadjes erdoor haalt, dan, dan heb je ook allemaal dezelfde vlosjes. Kijk, en deze heb ik niet goed gedaan, dus ik ga gewoon opnieuw even beginnen. En omdat mijn camera ervoor zit, is voor mij altijd een beetje moeilijker kijken. Maar dat maakt niet uit, ik wil het graag uitleggen. Nou, je pakt je draadjes, je legt het dubbel, je pakt vanaf de achterkant de derde opening. Draadjes erdoor. Je zorgt dat je dat lusje open houdt en dan pak je weer je draadjes op. En dan zijn dit je vlosjes. Ik vind ze vrij lang, maar toch laat ik het even zitten, want ik ga het straks toch eerst passen en dan gaan we het afknippen. Ik ga weer verder en als het af is, dan zie ik je weer terug. Je hebt nu alle vlosjes eraan gemaakt, geknoopt. En dan ga je ze, ja, ik heb het heel eventjes de strijkbout erop gelegd. En dan ga je goed de punten op elkaar leggen. En de pandjes goed zorgen dat het op elkaar ligt. Dan pak je een schaar en een centimeter. En dan ga je even kijken hoe lang dat je de vlosjes wil hebben. En ik leg zo de centimeter op het pandje en dan ga ik er langs knippen. Ja, zeg je van ik wil het langer, kijk. En dan ga je netjes alle vlosjes op dezelfde hoogte. Afknippen. Zo. Zie je? En de puntjes goed. Dat je het echt netjes mooi resultaat krijgt. En zo ga je het hele truitje af. En dan heb je een heel leuk festivaltopje. Je kan hem in andere maten ook maken. Ik zal nog onder de video zetten hoeveel steken dat je moet opzetten. Voor welke maat. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Graag weer de duimpjes omhoog. En hieronder kan je abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken.